Welkom iedereen. In deze korte handleiding zal ik jullie tonen hoe dat je de evenementen die zich inschrijven voor Open Monumentendag in jouw dorp, in jouw stad, in jouw regio, hoe dat je die nu al kan opzoeken vooraleer eerder dat deze online komen te staan op onze website van openmonumentendag.be Je gaat hiervoor naar de uitdatabank uh, en uh, de bedoeling is dat je daar dan inlogt dat is bij mij al gebeurd. En dan klik je hier links op zoeken. En we kiezen voor een geavanceerde zoekoptie. En het eerste wat we hier gaan aanpassen is dat we gaan zoeken op een label. En dat label is belangrijk. Dat wordt owner-omd-2022. Wat betekent dat? Dat is een label dat alle activiteiten krijgen die zich inschrijven via ons inschrijvingssysteem. En daardoor dus nu al kunnen opgezocht worden, omdat die al hebben kenbaar gemaakt hé, dat ze willen meedoen met Open Monumentendag. Degenen met het label zullen later doorstromen naar onze website van Open Monumentendag. Op 1 augustus wordt, komt dat dan live te staan, maar nu kan je dat dus wel al opzoeken als je dat label hebt en ingeeft. We willen dan natuurlijk zoeken voor een bepaalde regio. We klikken dus op end. En we kiezen hier voor regio gemeente. Ik neem nu bijvoorbeeld uh, de Vlaamse Ardennen. Uh, zal ik een keuze maken? Uh, hier de hier regio Vlaamse Ardennen, bijvoorbeeld. En als laatste ga je ook nog de datum toevoegen. En dat is belangrijk. Dat is dit jaar, zondag 11 september. Ziezo. En nadat we deze drie zaken hebben ingevuld: een label, regio, gemeente en een datum, klikken we op zoeken. En zoals jullie kunnen zien, zijn er nu acht resultaten. Die hebben we nu al ingeschreven voor zondag 11 september op Open Monumentendag. Die komen dus allemaal online te staan op onze website op 1 augustus. Maar kun je dus nu al opzoeken, doordat je dat label van die owner OMD 2022 ingeeft. Wat kan je hiermee doen? Je kan dit ook downloaden. Daarvoor kijk je op wat en ga je alle acht resultaten selecteren. En dan hier klikken op activiteiten exporteren. Je hebt dan de keuze of dat een PDF moet of een Excel-bestand. Ik kies altijd voor een Excel-bestand. Klik op volgende. Kun je hier zien wat dat je wil downloaden. Je kunt de beschrijving downloaden, een afbeelding, de organisator, ook altijd interessant. De contactinformatie en de reservatieinformatie die ze hebben ingegeven. En dan gaan we klikken op volgende. Het e-mail, dat is bij mij. Be en dan klikken we op exporteren. Ziezo, en op deze manier worden dus de activiteiten in jouw buurt of waar jij naar op zoek bent, worden die geëxporteerd en kun je die zelf in een Excel-bestand bekijken en eventueel contact opnemen met de plaatselijke organisator indien het in jouw regio valt. Voilà, hopelijk hebben jullie hier iets aan gehad.